Welkom, welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van... Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Zo, en we zijn natuurlijk in Sim Team Park World en... Och, jongens, ik heb echt heerlijk gegeten net. Dat zeg ik eerlijk. En ik hoop dat de bezoekers net zo lekker eten als mij net. Ik heb een heerlijk biefstukje op. Maar wij verkopen geen biefstuk in dit park. Wij verkopen lekkere, smerige, nasty schildpadburgers. Ja, ik weet niet waarom er hier schildpad bij zit. Maar ik weet eigenlijk één stiekem wel. En dat hebben ze expres gedaan omdat dit hele park is gebaseerd op de jungle. En dat kan je zien aan de, bijvoorbeeld de rimboe toiletjes. Je kan het zien aan de... kokosnoot, drankjes, aan de attracties vooral. Want die zijn helemaal in de aap, in de aapband en in de Flintstones band en in de Dino band en in de Aztec. Dus je merkt echt het keiharde jungle thema hier inkomen. En dat is vet gedaan, dat hebben ze heel goed gedaan. En ik zie ook dat er echt ontzettend grote rij staat bij de Dino attractie. En ik dacht dat ik hier een entertainer had neergezet. Maar blijkbaar dus nog niet. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. We waren deze wc'tjes waren eventjes gaan we even verplaatsen. En die wc'tjes gaan we verplaatsen naar een wat... een ruimte die gewoon... Kijk, daar wordt het meer bezocht. Hier niet zoveel. Dus die wc'tjes verplaatsen we even naar een ander terrein. Even kijken hoor, waar kunnen we nog meer onder een paar toiletjes kwijt? Hier zo, hier werd het meest bezocht. Doordat, ik zou het niet weten. Ik heb het gevoel dat dit echt het kotspleintje wordt. We moeten eigenlijk gewoon een keigroot plein maken met alleen maar wc's eromheen. Ik denk dat dat een hele goede tactiek is. Nou, bezoekers vinden het smerig in het park. Terwijl de schoonmaker al gelijk alles schoonmaakt. En we hebben iets nieuws. De Mumbo Ride. Hij is eindelijk gekomen, jongens. De Mumbo Ride 1000... dollar of euro. En die gaan we gelijk plaatsen. Ik denk dat we in dit gebied de attractie plaatsen. En dat doe ik eigenlijk expres. Omdat dit gebied nog goed moet worden bekeken. We gaan gelijk kijken wat de speed moet zijn. Zo, we maken hem gelijk een beetje exciting. En ik wil er eigenlijk gelijk al in zitten. Dus we wachten tot de bezoekers er zijn. En er komen al een paar met de ballonnetjes. Ik zie allemaal kleurenballonnen. Verschillende blauw en groen. En... dit is de attractie, een hele grote arm waar je in zit. En dan ga je als het goed is gewoon rondjes draaien. En ik weet niet of die armen ook nog rondjes draaien. Ja, die armen draaien rondjes, maar die karretjes. Volgens mij niet. Nee, hè? Oh, gaaf. Het ziet er echt heel stoer uit, deze attractie. Wordt ook heel erg goed bezocht in één keer. En mensen zeuren om eten en drinken. Helaas. Oké, er is een speaker toegevoegd. En dat speakertje gaan we natuurlijk wel ergens even plaatsen waar het leuk is. Ik denk dat we daar dat speakertje plaatsen. En die maakt gromgeluidjes. Nou, dat is altijd leuk voor extra's. Mensen zoeken naar eten en drinken. Dus wat ik nu ga doen is eventjes een eetentje neerzetten hier. En dan praat ik over de custom shop. Wat leuk. Hij is nieuw gekomen. Dat was waarschijnlijk wat nieuw was. Ik kan een burger doen, maar ik denk dat ik gewoon het steekhuis ga verplaatsen. Klinkt misschien vreemd. Maar ik denk dat daar niemand komt in dat gebied. Ik denk dat dat nog een beetje leven moet worden met attracties. Dus ik ga hier lekker een steakhouse neerzetten. En dan zeg ik van jongens, kom lekker kopen, kom lekker kijken. Huppakee. En dan wil ik daarnaast wil ik de custom store. En die natuurlijk gaat die niet passen daar. Dus ik ga hem even een mooie plek geven, de Custom Store. En de Custom Store is een winkel waarin je dus kleding kan kopen voor jezelf. Zo. En dit is de Custom Store. Kijk. En de Custom Store maken we wat duurder, omdat het ook een duurdere winkel is. En we gaan kijken of de eerste bezoekers al zich gaan verkleden in die Custom Store. Ja, er gaat er een in. En we weten natuurlijk nog niet of die eruit komt in een pak... maar ik zou sowieso al niet heel graag... ja hoor, daar komt hij. Het tijgertje is geboren. Hier loopt een tijgertje. En wat is dit allemaal? Wat zijn die... ik snap niet wat dat inhoudt deze. Maar volgens mij missen ze prullenbakjes hier. Dus wat ik nu ga doen is heel snel litterbins neerzetten.
Zo. En dan zet ik er ook nog even, nogmaals even een smal toiletje bij. Zo. Oh jee, ik zie het al. Lidderbins missen we. Ja hoor. Kijk, ja. Lidderbins. En het toiletje plaatsen we hier. Nou, dit kan niet meer stuk, dit gebied. Dat ziet er heel erg afgemaakt uit. De wc wordt er echt onwijs veel bezocht. Terwijl hier ook alles flink wordt bezocht. Dus we moeten echt veel meer bins erin zetten. Prullenbakjes dus, om het even in de taal neer te zetten. Toiletjes. Plaats 4 tussen. En hier nog een toilet. En maken we hier nog een bin. Zo. Nou, dat ziet er leuk uit. Kots! Het kotsplein, jongens! Wat doen jullie met het kotsplein? Jullie maken hem helemaal... Jullie voltooien hem gewoon. Het gaat gewoon nergens over. Jongen. Dit gaat gewoon echt nergens over. Nou, ik huur nog wel even iemand in. En die gaat extra schoonmaken in deze omgeving. Ik geef hem iets grotere route. Dit pad moet hij pakken met dit. Zo. Jeetje, moet je kijken, man. Kijk, de klusjesmannen komen gelijk hier schoonmaken. Ik vind het gek, ik heb ook gelijk rode streep hier. En hier, dit gedeelte wordt helemaal niet bezocht hier. Kijk, er loopt niemand, maar behalve in dit hele gedeelte. Kijk hoe druk. Ja, nieuwe attracties, hè. Oké, dat gaat, als het goed is, gaat het wel een beetje goed. Zo. Oké, er komen mensen. Ik weet niet of ik het ticket omhoog moet doen. Want dat wordt aardig bezocht. Nou, die aap kunnen we net zo goed weg gaan doen, bij wijze van. Maar dat doen we niet. Zo. En wat nou als we hier nog meer toiletten plaatsen? Ja, het is absurd dat dit spel zoveel toiletten wilt krijgen, maar het is gewoon echt nodig, want of je krijgt klachten of zo, en dat moeten we niet hebben. Dus ik plaats hier nog even 2 toiletjes extra. En ik zie iedereen al een tijgerpakje. Nou, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Even kijken. Loopt alles naar wens. Die dino-karts gaan ook goed. Dat is een goede aanschaf geweest. Die achtbaan sowieso ook. Dat zie je maar weer. Echt ontzettend veel bezoekers. En ontzettend hoop mensen willen dingetjes weggooien. Maar dat kunnen ze niet, omdat er dus geen trash bin is. Dus ik loop hier ook nog een little bin zo. Hoppakee. Oké, tof. Nou, die gast die wil slapen. Dus wat ik hem ga doen, ik ga hem hier zo stoppen. Naar de stafroom. En ik wil sowieso nog 1 stafroom bij laten maken. En die, want die zijn toch maar 500. Maar 500, het is natuurlijk wel wat. Zo. En dan doe ik die. Dat pad doe ik weg zo. En dat pad doe ik weg. En dan 2 mensen, daar is wel wat onderzocht, zie ik. Nou, perfect. En die man weet even niet waar hij naartoe moet. Zo. Wat wil hij? Waarom heeft hij weer zo'n vraagteken? Oh, hij moet een route of zo. Oké, wat hebben we nieuw? De speaker, Strange Deep. Oké, nog een speakertje. Nou, die kan ik hier plaatsen, mooi. En we hebben nog iets geresearched. Oké, dat is geen gezeik. Dat is gewoon gezeik. Your scientists have researched the Tom Tom Twister Ride. Wat is dat nou weer? Holy crap. Dat is 1 gave, spannende attractie. Fantastisch. Dat ziet er goed uit. Wat hebben we hier? Lots of visitors are buying balloons. This is a good indication that they're really happy. Oké, dus als ze blij zijn, dan kopen ze ballonnen. Tof. Dat is alleen maar goed. Oké, ze wachten nog steeds op de wc. Het wordt echt flink bezocht. Dit is echt het wc-tijdperk of zo. Letterlijk en figuurlijk het wc-tijdperk. Nou, vooruit. Ik doe nog even 1 wc erbij nog. Het is echt absurd gewoon. Echt ongelofelijk.
En we gaan de video afsluiten. De pels gelukkig nog aan het einde van de video op groen. En ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef een groen duimpje. En tot de volgende aflevering in Sim Theme Park World. Doei doei! Piep, 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 piep